Willen we het allemaal. Dag muziekliefhebbers, vrienden en kennissen. Allemaal bedankt om te komen naar deze openbare nieuwzaal. Voor wie mij nog niet kent, ik ben de Marco. Ik heb de laatste 3 jaar klassiek pianoopleiding gedaan. En ik ga dat nu afsluiten met een bescheiden concertje van 4 minuutjes. Dat is ook ineens mijn openbare nieuwzaal. Ik ga beginnen met een set van Johann Sebastian Bach. Hij is ook bekend van Jezus bereikt meine Frauen, Foga Confuga en een minuet in G majeur. Van de laatste zal mijn collega Dirk, de pianist, een demonstratie. Nou. Daarachter zal ik onschuld spelen van Frederik Burgmuller. Ik ga mijn best doen, maar ik ga het er niet bij laten. Zijn volledige naam is Johann Frederik Frans Burgmuller en hij is ook afkomstig uit Duitsland, net zoals Bach. Ja, mensen die Johan noemen, zijn goede componisten. En mensen die van Duitsland komen, kan ik hieruit vaststellen. Dan ga ik volgen met een liedje van Beethoven's legendarische Fur-Elise. Ik vond deze persoonlijk een perfecte muziekkeuze om mijn klassiek geschoolde pianoopleiding af te sluiten. Want toen ik begon te oefenen, dacht ik er wel een beetje anders over. Maar ondanks het feit dat het een moeilijk stuk is, blijf ik het een mooi stuk vinden en ga ik er mijn best van doen om er iets moois van te maken. Als laatste ga ik Overnight spelen van James Charles Beck, voor sommigen beter bekend als Chili Gonzalez. Deze Canadese man heeft het record van wereldlangste concert op zijn naam staan en dat duurde 27 uur. Ik ga het vanavond iets korter houden. Dames en heren, dankjewel voor uw aandacht en veel luisteren.